Een vergelijking tussen de schetsen van Jozef Israëls en zijn zoon Isaac is het onderwerp van een tentoonstelling in het museum Boijmans in Rotterdam. Deze schets tekende Isaac in 1883. Een balancerende koorddanseres toont, evenals de rake uitbeelding van de grote clown Busio, hoezeer het voor alles mensen waren die Isaac Israëls boeiden. Schetsboekbladen zijn bijzonder waardevol om een beeld van de kunstenaar te krijgen. Enerzijds bieden ze de mogelijkheid zijn methode van werken te bestuderen, anderzijds kan men vergelijkingen treffen met het werk van tijdgenoten. De schets van twee Amsterdamse dienstmeisjes bijvoorbeeld toont grote overeenkomst met de tekening Twee Vrouwen van Breitner, met wie Isaac Israëls samenwerkte. Het verschil in sfeer en in opvatting tussen het werk van Isaac en zijn vader is groot. In de op de tentoonstelling aanwezige werken van Jozef Israëls komt zijn vasthouden aan de 19e eeuwse romantische traditie tot uitdrukking. Het gevoel voor menselijk leed en mededogen met de armen en de zieken zijn kenmerkend voor zijn werk. De mogelijkheid van vergelijking van de schetsen en de voorstudies voor schilderijen van Isaac en Jozef Israëls is een van de boeiende aspecten van deze interessante tentoonstelling.